Restauraties van Molenbouwer Wijk uit Afferden. De roosterhouten uit de molenkap en de verschillende draagbalken gaan naar de fabriek van Wijk in Afferden. Balken worden aangelengd met epoxyhars. Ze worden echt veel en veel sterker als ze ooit zijn geweest. Het is bijna toveren met monumentaal molenhout. Straks is alles als nieuw. De roosterhouten, de gerestaureerde basis van de molenkap. Hier in de fabriek van Wijk wordt alles tot in finesses opgebouwd en daarna gaat het weer in onderdelen, maar als nieuw, terug naar Gemert.
petje af voor de molenbabbers. Deze kuip komt vast op de molenromp en daarin draait straks op een rollenwagen de molenkap van, let wel, 16 ton. De molenas, die weegt ook 5 à 6 ton en die steken ze hier in één beweging in de molenkap. Dit is reuzel. De molen kan niet zonder varkensreuzel. Smeren met reuzelvet doen ze al honderden jaren zo. Eventjes nog het petje erop. Kolossaal. 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 En dat gaat straks allemaal omhoog, alsof het niks weegt. Toeschouwers onderaan de molen hebben straks geen idee meer hoe zwaar en stevig alles is. Het moet ook wat af kunnen. Bij hagel en storm. Piet van Gerwe signeert de voor- en achterbaard met De Volksvriend en de namen van de laatste mulders, A. van Rooij en Zoon.